is het wel ook wel weer een kwaliteit van Ali. Dat ook als hij wat minder in de wedstrijd zit. En dat is heel eerlijk, soms stoor ik me ook aan die kwaliteit. Dat hij, als het moeilijk gaat, dan blijft hij maar forceren en proberen. Arne, gefeliciteerd. Is er nog een wedstrijd geweest welke de mooiste treffer van de middag was? Ja, als je naar de eerste en de derde goal kijkt, waren beide prachtige goals. Waarbij in de eerste ook nog eens een schitterende aanname vooraf ging. Dus als ik zou moeten kiezen, zou ik voor de eerste kiezen. Maar ze waren beide ontzettend mooi. Ja, zijn er nog dingen die, waar je niet tevreden over was vanmiddag? Ja, niet tevreden. Kijk, het is heel vervelend als je een kwartier lang beter bent en aan het proberen bent openingen te vinden. En die er ook steeds meer lijken te komen. Want je kan niet verwachten dat je om de minuut een kans creëert. Dus je bent een hoop aan het investeren. Je komt er een hele hoop, heel veel keren in hun 16. Dan is het heel vervelend als de tegenstander één keer op onze helft komt. Dat dan ook nog in onze 16 is. En wat dan ook nog leidt tot een tegenkom. En dan ben ik wel heel blij om te zien hoe we daar vervolgens op gereageerd hebben. Dat we niet geforceerd zijn gaan spelen. Want de 1-1 was een schitterend technisch hoogstandje. Maar de 2-1 is een hele langdurig lopende aanval. Waarin we constant weer kijken wie we vrij kunnen spelen. En uiteindelijk komt dan Ori Kutsu rond de 16 in balbezit. En dan zijn we natuurlijk een beetje gelukkig dat die verrichting veranderd wordt. Maar ja, als je er zo vaak komt, dan kan dat dan ook een keer gebeuren dat een bal van richting veranderd binnengaat. Ja, Jan Baks, die scoort dan vandaag. Maar voor de rest was hij wel wat ongelukkig. Maar had hij dit wel nodig in je optiek? Vond je? Dat hij ongelukkig was, bedoel ik dan. Nee, Ali had veel balverlies. Dat is helder. Was ook wat ongelukkig dat hij op 1-1 volgens mij Brian alleen voor de keeper zit. Die op dat moment niet de 2-1 weet te maken. Ja, dan maken wij vlak voor rust de 2-1 en laten we het staan zoals we stonden. En dan is het wel ook wel weer een kwaliteit van Ali dat ook als hij wat minder in de wedstrijd zit. En dat is heel eerlijk, soms stoor ik me ook aan die kwaliteit. Dat hij als het moeilijk gaat, dan blijft hij maar forceren en proberen. Maar het is ook een kwaliteit, want dan zie je ook, je kan je ook verschuilen en een simpele balletje spelen. Dan zie je ook op dat moment gelijk naar rust dat hij naar binnen kapt en die bal binnenschiet. Dus ja, er is altijd een dunne scheidslijn tussen wanneer moet je simpel spelen als je wat minder in de wedstrijd zit en wanneer moet je wel risico blijven nemen. En het was voor hem, maar ook voor het team, heel fijn dat hij hem binnenramt, want het was wel lekker om de marge naar 2 te brengen. Ja, volgende week is Frederik Huisnes geschorst. Neem je nog iets kwalijk dat hij die gele kaart pakt? Nou, nee, ik neem sowieso dat niet kwalijk. Maar waar gevoetbald wordt, worden overtredingen gemaakt, kun je gele kaarten krijgen. En ik kan de vorige 4 niet in herinnering halen of die allemaal even terecht waren. Wat ik vandaag vervelend vond, is dat ik denk dat Cambuur, die gewoon hartstikke leuk voetbal spelen, helemaal niet de intentie hebben om grote overtredingen te maken. Maar die hebben er een paar gemaakt die heel logisch geel hadden kunnen zijn. Nou, dan lost de scheidsrechter het anders op. Grote complimenten voor. Ja, dan loop ik wel even naar die video official toe en dan zeg ik, dit vind ik hartstikke prima. Maar het kan onmogelijk zo zijn als wij straks 1 keer een kleine overtreding maken, dat hij daar dan geel voor gaat geven. Nou, en ik kan het beter niet doen volgens mij, want altijd als ik tegen die mannen praat, dan doen ze precies tegenovergesteld. Gelukkig is dat bij mijn team wat anders. Maar die arbitrage doet altijd precies tegenovergestelde wat ik ze vraag. Maar oké. Hij zal vanuit zijn perspectief zeggen, ja, het is een veelbelovende aanval dat die onderschept door hem op de arm te krijgen. En er zullen allerlei analisten, ja, is dan een terechte gele kaart. Het gaat altijd om, wat heb je daarvoor gedaan als scheidsrechter? En is het dan logischer zo dat je dat daarna ook doet? En ik hoor mensen alweer zeggen, hé, dat moet je loszien. Je moet dat gewoon beoordelen per situatie. Ik had hier wat moeite mee. Maar in de winterstop hebben wij een aantal jongens gehaald. Juist voor momenten als deze, dat er geschorsingen of blessures komen. En dus zal er volgende week een ander op zijn positie staan die dat ook prima in kan vullen. Ja, volgende week in Alkmaar tegen AZ. Eerste keer dat je daar terugkeert. In hoeverre ben je daar toch mee bezig? Nou, ik had een beetje de hoop dat het na de vorige keer dat item een beetje achter de rug was. Maar als na elke eraan, keer als ik naar Alkmaar ga, of we tegen moeten spelen, daar moeten we over hebben. Ik heb daar een schitterende tijd gehad, heb ik net ook gezegd. Ik heb gemerkt dat de mensen waarmee ik gewerkt heb in ieder geval mij daar ook enorm waardeerden. Gezien het feit toen ze hier kwamen hoe alle stafleden en alle spelers met mij omgingen. Ik had ook geen andere reden om aan te nemen dat het anders zou zijn. En zij hebben het nadien hartstikke goed gedaan. Ze hebben niet meer verloren sinds ze hier verloren hebben. Dus de nummer 3 gaat waarschijnlijk tegen de nummer 4 spelen. Ervan uitgaan dat het PSV wint van Heerenveen. En het wordt vooral een wedstrijd om eruit te kijken. Voor mij.
voor de spelers. En ik denk voor AZ en fans ook.